de kijker deelgenoot maken van wat hier zoal gebeurt. En we zoeken naar de beste manier om dat over te brengen. Mm-hmm. En ik denk aan een soort walk-around, zeg maar. Dus dat jij ook langs de tafels loopt en kan inbreken. Zeg, waar zijn jullie mee bezig? Vertel daar eens kort over. Ik zou willen zien wat iedereen nou eigenlijk precies hier doet. Want je weet wel van jezelf wat je doet, maar niet wat de rest doet. Ja. Oh, mag ik eens vragen wat je, waar je mee bezig bent, wat jou hier brengt? Die open sfeer is hier ook wel. Wie ontmoet wie en wat voor meerwaarde heeft het? Of in wat, ook wat je nastreeft. Heeft het meerwaarde inderdaad? Ja, al die ZZP's die zijn zo gedreven. Zo, echt. Je vraagt naar een bedrijf en die ogen gaan stralen. Ik vind het zo mooi om te zien. Nee, misschien is het veel leuker om inderdaad gewoon iedere keer iemand gewoon aan te spreken. Goh, wat doe jij hier? Iemand gewoon even een pitch geven van een minuut van goh, wat is jouw bedrijf? Wat zoek je? Wat houdt het in? Ik denk, er komen hier ontzettend veel mensen die in hun eentje werken. Dus ook al zitten er hier 100 man of 50 man, er zitten wel 50 of 30 bedrijfjes. Ja. En het zijn vaak hele interessante bedrijven. Het zijn mensen die heel erg uit zichzelf dat werk doen. Heel erg zelf gemotiveerd. Niemand vertelt ze dat ze dat moeten doen. Dus er zit vaak best wel wat vuur en wat idee in. En 80% of 90% van die bedrijfjes die verdwijnen over enkele weken al. Of over enkele maanden. Maar een aantal gaan het doen. En dit is de fase waarin ze enthousiast, alles kan. Ze praten met de buurman en daar ontstaat een nog veel mooier idee uit. Daar zullen we het dan samen doen. En ik denk dat je door gewoon zeg maar die dromen van die mensen te portretteren feitelijk en die energie, dat je al wel iets heel erg leuks en aanstekelijks vindt. Ik vind dat hier in ieder geval als ik mensen spreek, dan denk ik, goh, leuk gozer, leuk idee, leuke meid, ik hoop dat ze slaagt. En dat is leuk om naar te kijken, maar ook wel heel leerzaam en inspirerend, denk ik. Ja, als het ook zeg maar interactief mag zijn. Hè? Er zijn dus veel mensen met veel ideeën. Laat ze die kort pitchen, zoals je dat misschien ook op Dragon's Den of iets dergelijks ziet. Ja. Geef ze de kans om een idee te pitchen. Laat er misschien wel twee pitchen en doe eens een top of flop. Hè? Welke moet ze thuis op een andere manier gaan verpesten? En welke wil jij misschien wel gewoon echt €1000 in investeren? Want als we dat 10 mensen dat doen, dan wordt dat mooi. En op zoek naar een soort van cliffhanger elke week. Een soort boerzoekvrouwachtig effect. Dat je wil weten wat er de volgende keer gebeurt. Ja, bijvoorbeeld. Dus ja, dat moet wel. Er moet wel iets in zitten van. Als het goed is, krijg je dat op iemand die investeert ineens een heleboel geld in iets wat helemaal mislukt. Of helemaal te gek is. Ja.